Dit is het verkeersjournaal van woensdag 5 maart. Vanaf deze week wordt in Den Haag op de Sportlaan gewerkt. Op drie plekken in de straat komen oversteekplaatsen. Namelijk in de buurt van de oude Buizertlaan, de Vliegenvangerlaan en hier de Eksterlaan. En om het verkeer in goede banen te leiden worden er tussen half tien ochtends en vier uur middags verkeersregelaars ingezet. Zo kan het verkeer veilig langs de werkzaamheden rijden. De werkzaamheden zullen begin maart klaar zijn. Er worden sinds een paar weken verschillende werkzaamheden aan de Weg in Den Haag verricht. De Rijswijkseweg krijgt stil asfalt, de fietspaden worden opnieuw geasfalteerd en ook komen er tijdelijke tramhaltes. Door deze werkzaamheden zal er verkeershinder zijn in het deel tussen het Plein en de Neherkade. Deze week wordt er opnieuw geasfalteerd en hierdoor is er geen doorgang voor het verkeer mogelijk. Ook zal er morgen verkeershinder zijn hier op de Waldorpstraat. Daar wordt namelijk een stuk asfalt hersteld, maar hier kan het verkeer langs de werkzaamheden rijden. Maar verkeer richting de Rijswijkseweg die kan daar niet langs en die moet omrijden... via de Neherkade en het Leegwaterplein en dan hier een klein stukje Waldorpstraat. Naar schatting zijn de werkzaamheden half maart klaar. Al enige tijd wordt er in Poeldijk gewerkt aan het leggen van kabels en leidingen. Op de Rijsenburgerweg wordt het riool vervangen. Tegelijkertijd wordt ook de weg opnieuw geasfalteerd. En tijdens de werkzaamheden is de straat helemaal afgesloten voor het verkeer. En u kunt omrijden via de Jan Barendslaan. De werkzaamheden duren tot eind van de maand en tot die tijd moet u rekening houden met wat ze overlast. Ja, en dan is het weer tijd voor het spelletje Raad de straat. Met vandaag de tweede aanwijzing alweer. Nou, weet u om welke straat dit gaat? Ga dan naar de site en mail het antwoord. En maak kans op leuke prijzen. Dit was het. Heel graag tot morgen bij een nieuwe uitzending. Dag.